Kolumna altında biberel ya yürümek. Hoe gaat die? Ik ga op zoek naar het YouTube-talent van 2017. Deze hele week komt er elke dag een video online met één van de 7 deelnemers. En uiteindelijk mogen jullie bepalen wie jullie de beste vonden. Lieve schattige mensen, ik ben er weer helemaal voor jullie. Ik weet, het is gewoon weer klaar. Wederom welkom bij een aflevering van Niks naar Kliks, namelijk de talentjacht die ik heb bedacht zodat andere mensen een keer op YouTube groot kunnen worden in plaats van de hele tijd dezelfde mensen. Want ja, weet je, ik bedoel, ja. Ik maak deze hele week elke dag een video met één van de 7 deelnemers. Maandag mogen jullie beslissen, yo, ik vond die leuk, Eigenlijk mogen jullie bepalen, dat is een beetje het idee. En vandaag is het natuurlijk weer zover. Ik heb iemand bij me thuis die zeker weten deelnemer is van dit fantastisch mooie showtje. Give it up voor Oscar. Lekker broer, kom hier. Hoppakee, truitje, met het blauwe truitje, met het rode shirtje eronder. Hoe is het ermee? Goed. Ja? Ja. Ja, heb jij honger? Ja. Ja? Heb je paprika's bij je? Nee. Oh, nou, jammer. Faces. Helaas. Paprik! Ik heb dit vast. Ga je alleen... Mag ik een hap nemen? Ja, mag. Zo, dat is een flinke ook. Maar echt groot. Eigenlijk, houdt paprika's naast je hoofd? Nee, oké. Ik dacht het misschien net zo groot als je hoofd, maar dat is niet waar. Zo, kijk. Oscar, vertel eens wat over jezelf. Ik ben Oscar en ik ben elf en ik maak filmpjes ook. Ja? En wat voor filmpjes maak je dan? Nou, gewoon challenges, ratingen of zo. Wat vind je het leukst om te doen? Naast YouTube? Kelvin filmpjes kijken. Kelvin filmpjes kijken. Yes! Lekker man, lekker. Ja. Ja, die was mis. Oké, nou ja. Weet je wat we vandaag gaan doen? Nee. Nee? Ik wel. We gaan vandaag Turks praten. Weet je wat? Ik zou best wel graag Turks willen kunnen. Oprecht. Ik weet niet precies waarom, maar op een of andere manier lijkt het me wel tof. Want er zijn gewoon veel Turken in Nederland. En dan kan ik zo zeggen tegen Turken: yo, luister, ik mag dan wel Hollander zijn, maar. Je kunt me nu beskapen, doe erop. En dan denk ze: wow, je kan Turks. Dat lijkt me fantastisch. Maar ik kan het niet. Nee, ik ook niet. Kan jij wel andere talen? Zweeds. Zweeds? Ja. Praat een beetje Zweeds dan. Neem je tijd, joh. Hallo. Je zegt gewoon hallo. Ja, maar dat is hallo. Toch Zweeds, want het is gewoon... Zeg eens, de paprika is wel lekker. Ja, natuurlijk wel een paprika. Oh, paprika is in het Zweeds ook gewoon paprika. Ja. Echt? Ja. Wat een taal, hè? Het leek mij grappig om te kijken, als we echt hard ons best doen, of we dan elkaars Turkse zinnen kunnen raden. Oké. Dus daar heb ik een hele vernuftige nieuwe state-of-the-art techniek voor ontwikkeld. Het heet Google Translate. Zo. Ja, kent het ongetwijfeld. En de bedoeling is dat ik een zin bedenk en die vertaal ik naar Turks en dan ga ik hem zeggen. Dan moet jij raden wat het is. Maar ook meteen ook. Je mag niet eens nadenken. Oh, ja. Ja? Ben je er klaar voor? Ja. Ben je er klaar voor? Ja! 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 Goed zo. Wow, jij murdert die paprika. Dit is zijn hart. Het is het hart van de paprika. Je hebt het eten? Je hebt het hart uit hem getrokken. Nu is hij gestorven. Zou je dat doen? Is het lekker? Ik maak een beetje naar radijsjes ofzo. Misschien zit er wel gewoon een radijs in die paprika. Misschien heb ik die radijs er wel ingedaan om jou te pranken. Turkisch. Oh. Ik doe eerst even een hele normale zin. Ik ga hem eerst even laten afspelen, oké? Ja. Dat is toch makkelijk? Moet ik dat nou gaan raden? Ja. Kolumdaal, tilne biber, jirimik. Hala. Zo danst de Turk altijd. Ik zou wel gewoon iets logischer zeggen. Kolumdaal, tilne biber, jirimik. Hoe gaat die? Dat is toch logisch? Ja, zeker. Hoe gaat die? Zijn drie woorden. En dit is kolumdaal, tilne biber. Ja, geef niet. Nee, nu heb je nou een antwoord gegeven. En niet eens in de buurt gekomen van het goede antwoord. Mag ik weten wat het betekent? Ja, is goed. Ik wandel met een paprika onder mijn arm. Nou, lekker makkelijk. Nee, vind je hem niet makkelijk? Je moet de pitjes niet opeten, hè? Oké, jij bent aan de beurt. Ik denk dat ik het redelijk goed kan. Jezus, heb je echt die paprika gemurderd gewoon al. Doe even normaal, joh. Je moet leren genieten van de paprika. Aanbidden, soms even een kusje geven. Zeg maar. Nou, kom op met je Turks. Oh ja, anders ben je bang dat ik kijk. Ja. Jij bent zo. Oké. Okay. Mensen zijn er nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dus dat kan. Als je een duimpje omlaag klikt, dan abonneer op mijn kanaal. Zo werkt het. Nieuwe regel van YouTube. Dat is echt heel raar, grapje. Ben je een heel boek aan het schrijven? Nee, ik heb het al klaar, maar. Oké, Turkish. Je bent hetzelfde. Okay. Doe nog eens. Kelvin maakt een filmpje. Oh, bijna. Ja? Het is Kelvin, we ben film, ja, pnak. Ja, ja, iets met Kelvin en film. Kelvin maakt, Kelvin nakt. Kelvin gaat een filmpje nakken. Nee. Ik denk dat ik het redelijk goed kan. Ik ben Kelvin en ik maak filmpjes. Nou, dat is eigenlijk precies wat ik zei, maar dan anders verwoord. Maar Kelvin wordt gewoon Kevin. Yo, Turkse mensen. Die weg. Blijf even met je poten van mijn naam af, Turken. Oh. Ik noem Mohammed hier ook in één keer niet, Mehmet. Ook al gebeurt dat volgens mij wel. Zal ik jou wat vertellen? Ik vind dat dit goed was. Ik kwam toch in de buurt? Ja, oké. Ik kwam heel erg in de... Ik zal iets makkelijker maken voor je. Maar echt fijn. Kijk je nou op mijn scherm? Nee, ik zag het niet. Oké.
Ben je klaar voor? Ja. Luister goed, spits je oortjes, geniet van het leven. Oscar Holland en een cute bol doen. Ik hoorde Oscar, ik hoorde Holland volgens mij en ik hoorde YouTube. Oscar Holland en een YouTuber al de gunne. Wel YouTube. Ja, was wel YouTuber. Oké. Ik dacht, ik zeg het even. Oscar uit Holland is een YouTuber. Ik ben zelf ook dat we nu waarschijnlijk allemaal... Kijk, ongetwijfeld mensen met Turks afkomst die ook Turks kunnen verstaan. En die dit echt horen en denken, yo, dit is echt helemaal niet goed. Waarschijnlijk klopt het niet eens. Nee, oké, maar wat is het? Oscar is de grootste YouTuber van Nederland. Oh, laat het nog een keer horen, Jutro. Oh, je denkt als ze nu hoort dat je... Oscar Holland en een nee, okay. Nee, maar ik maak het ook best wel moeilijk. Ja. Sorry daarvoor, spijt me. Nou ja. Je mag me even slaan. Ja. Ja. Nee? Goed zo. Altijd als iemand je vraagt, wil je me slaan? Gewoon nee zeggen en dan toch doen. Ben je wel eens verliefd geweest? Nee. Nee? Waarom niet? Waarom niet? Ja, weet ik niet. Liefde zijn is wel leuk hoor. Ja, een beetje samen lachen en zo, een beetje samen uit eten gaan, een beetje samen filmen, een beetje samen paprika's eten. Moet ik een oproep voor je doen? Nee, hoeft niet. Meiden van Nederland. Oké, okay, wil je hem horen? Ja. Het enige wat ik versta is mijn naam. En dat is ook nog Kevin waarschijnlijk. Ja. Oh nee, dit is wel Kevin. Zeg het zelf eens. Okay. Even zo duidelijk mogelijk. Amreklam Iglesias Sersi Kelvin Canali. Oké, okay, Kelvin, kanaal, reclames, toch? Ja. Ja, kom ik in de buurt? Ja, we gaan verder. Kelvin maakt, zeg maar één keer, kom op. Aan reclame Eglantis de Cersei Kelvin Canali. Net alsof je gewoon Nederlands woord I achter hebt gedaan. Kelvin is reclame, misati, YouTube. Gaat het over kutreclames? Ja. Yes! Kelvin maakt video's, kutreclames op zijn kanaal. Kom op, kom op. Bijna. Het is kutreclametjes, de leukste serie Kelvin's kanaal. Ja, oké. Okay. Dankjewel, wat lief van je. Wat goed. Jij dacht, ik zeg dat jij gewoon zo'n YouTuber bent. Toen dacht ik, ik geef Kelvin ook maar eens een keer compliment. Jeetje, jij, ik heb... Doe even normaal, joh! Ja, ik heb hem al. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Maar paprika zijn toch lekker? Kijk, hoppakee. Ik ben aan de beurt. Ja. Hoeveel staat er? Ik sta 1-0. Oké, okay, want die vorige van mij was niet echt goed. Wist ik had wel redelijk wat woorden op zich goed. Ik sta voor. Je moet even gas erop. Okay, ja, deze. Ik ga even Zweeds op Turks. Oké, okay, omdat je goed Zweeds kan. Oké. Okay. Oh, hier staat nu translation error. Oh nee, niet. Oh, oh, wow. Jij kijkt af, man. Wat is dit nou weer? Oh. Even kijken. Kom maar op met die Turks. Kijk, kijk, hoppakee. Elke zin die ik type, dan lees ik het en denk ik, nee, dat kun je nooit weten. Nee, dat is ook zo. Turks is echt de meest onmogelijke taal die bestaat. Oké, okay, ik heb hem. Misschien. Ik heb iets. Oké, okay, ik ben Oscar, dat sowieso. Jazeker, goed gedaan. 1 punt voor jou, hoppakee. Lekker. Kom op joh, dit weet iedereen. Elke kijker denkt nu, Oscar, ah joh, easy. Ik denk dat het iets met Zweeds is, omdat je het daar net over had. Nee. Zal ik het even zeggen? In ja. Turks? Oscar Mon! Nee, als ik dit zeg, dan, dat is echt heel raar. Want deze vrouw spreekt het heel Turks uit en daarom versta je niet goed. Oscar Monika Geuze Asik Gizlici Oldugundu. Oscar Monika Geuze Asik Gizlici Oldugundu. Wacht, doe eens nog. Nederlands, ik zelf, of deze vrouw? Nee, Turken. Dit vrouw. Ik hoor volgens mij Monika Geuze. Nee joh, kom je daar weer bij? Ja, dat is het wel. Oké. Maar dan ben je er nog niet. Ja. Nee, jij moet raden. Ja, maar wat kan het zijn? Kom op. Oscar is... Oscar is stiekem verliefd. Ja. Je moet het uitspreken, anders is het niet goed. Oscar is stiekem verliefd op Monika Geus. Yo, dat wist ik helemaal niet, man. Wat is nee, dit? Nee, dat is ook niet. Nee, grapje. Kijk, aangezien we toch eigenlijk op zoek zijn naar een vriendin van Oscar. Lieve dames van Nederland. Oh, nee? Dit gaat over de next big YouTuber. Oké. Ja, je hebt helemaal gelijk. Moet je niet zo treiteren. Juist. Hier. Je mag mij helemaal kapot maken nu. Dit is wat echt moeilijk. Hoe weet je dat hij echt moeilijk wordt terwijl je gewoon nog niet weet wat je gaat doen? Ik denk niet. Nou, omdat ik gewoon wat moeilijks ga opschrijven. Ik weet het niet. Nee, maar is niet erg. Je neemt tijd. Het wordt echt een verzameling van alleen maar moeilijke woorden. Heb je het? Ja. Is het te doen of heb je gewoon alleen maar moeilijke woorden in één zin gepoord? Nou, er zit wel één woord in dat je gewoon gelijk herkent. Echt? Ja. Monika Geuze. Nee. Oké. Okay. Laat het maar horen. Nee, je hoort het totaal niet, hoor. Ja, wel cinemate. Oh, echt? Massage? Ne zaman cinematis ya ik kan niet zien door die scheur. Jenijen baslar. Ja, die bars zit in. Maar ja, ne zaman cinematis jeniden baslar. Ja, want dat betekent ne zaman cinematis jeniden baslar. De man van Cinemates zit op de waslijst. Het is super
super simpele zin. Centimeters zijn het beste van de hele wereld. Eigenlijk wat iedereen nu zou willen zeggen. Ja, nou ja. Ik ben nou heel benieuwd. Nee, ja, maar wat ik me dus afvraag. Wanneer gaat centimeters weer lopen? Nou, was dat nee, het? Niet precies. Wanneer begint centimeters weer? Dit is echt de beste manier om een soort van vraag aan mij te stellen. Zo van, ik doe gewoon Turks als onderdeel van een video, maar wel even serieus wanneer. Dat kan ik je vertellen, dat ga ik niet zeggen. Wat? Weet je dat ik een keer heb gefigureerd met de serie? Ja, dat weet ik ja. Vond je dat leuk? Ja, dat vond ik heel leuk. Ja, toch? Was lachen. Ik ga jou je laatste kans geven om überhaupt gelijk te komen op mijn level van Turks. Ja, maar jij had die net dan nog steeds 1-0. Ja, dat klopt. Maar als jij dit raadt, wat mij betreft, ben je de winnaar van vandaag. Kijk even naar mij. Ik ben natuurlijk de grootste Turk van ons tweeën. Why the fuck you lying? Why you always lying? Een soort van kaaskop variant van de Turkse gemeenschap ben ik. Ik ken het Turks liedje van Tarkan. Hey. Ik wel. Ik versta niet wat hij zegt, maar ik weet wel hoe het liedje gaat. Ik heb net letterlijk 3 dezelfde woorden achter elkaar gezet. Ik zie niet 3 keer hetzelfde Turkse woord. Ik zie gewoon andere Turkse woorden. Nou, die weet ik gelijk. Weet je hem? Nee. Maar 2 woorden waren super duidelijk. Oscar en paprika. Ja, oké, maar dat is nog niet een hele zin. Oscar houdt van paprika. Nee! Oscar hisla paprika hijor. Oscar hisla paprika hijor. Oscar eet een paprika. Bijna. Eet een paprika. Snel. Ja! Ja, echt. Lekker broer, hero. Hoppakee. Yes. Oscar eet heel snel paprika. Met wat hulp. Toch best wel redelijk goed gedaan. Daarmee vind ik jou de winnaar van vandaag. Lekker box. Oh. Ja. How could this happen? Jeetje, waarom flash je mij zo? De mensen moeten natuurlijk deze video een duimpje geven. Abonneren op Kelvin's kanaal. Ja. En natuurlijk abonneren op mijn kanaal. Hoppakee, op Oscar, je weet hoe het gaat. Deze hele week is elke dag een video. En op maandag komt de video waarin jullie mogen stemmen wie jullie het leukste vonden. Misschien stemmen we wel op Oscar, dat mag. Team Oscar, hey. Yay, stemmen. Dat was hem alweer, vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Goed zo, high five. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dikke kus aan alle familie. Groetjes thuis.